Poppodium Willem 1 kan voorlopig verder zonder dat het overgenomen wordt door een andere organisatie dan Rijnstad. Zo voorkwam de gemeenteraad dat het jongerencentrum in verschillende onderdelen uiteenvalt. Ik ben vrijwilliger bij Willem 1 en ik wil jullie graag wat vertellen over mijn ervaringen daar. Bij Willem 1 voelde ik me op mijn plek, dus ik besloot er vrijwilliger te worden. Op de website zag ik veel verschillende functies die vrijwilligers konden doen. Onder andere koken, stage management, safe drukken, hospitality en nog veel meer. Je wordt hier als nieuwe vrijwilliger serieus genomen. Als je suggesties hebt of als er dingen zijn die je opvallen, dan wordt er naar je geluisterd. Voor veel mensen die een shift draaien, gaat het ook om het contact met anderen. De groep vrijwilligers is één hechte familie die openstaat voor nieuwkomers. Willem 1 is voor de buitenwereld misschien maar een poppodium, maar eigenlijk is het zoveel meer. Het is een leerwerkplek. Het is een familie. Een plaats waar vriendschappen en relaties ontstaan. Het is een plek waar jongeren die tussen de mainstream niet een plekje vinden, toch ergens bij kunnen horen. Een springplank om je verder te ontwikkelen en nieuwe ervaringen op te doen. Ik vind dat we deze plek moeten houden zoals die is, zodat de mensen die er nu werken verder kunnen werken aan een goed bestaan en een mooie toekomst voor de volgende generaties. Wat wil jij dat wij hier vanavond besluiten? Het allerliefste zou ik willen dat jullie besluiten dat Willem 1 van Rijnstad blijft en dat we verder kunnen zoals we het nu doen, met eventueel ambitieuzere plannen voor de toekomst om een bredere groep jongeren aan te spreken. Is er een andere plek in Arnhem waar je ook terecht zou kunnen als Willem 1 niet in deze vorm zou blijven bestaan? Naar mijn mening niet, nee. Er is geen plek die, ondanks dat ze met vrijwilligers werken, toch zo professioneel te werk gaat en ook laagdrempelig blijft. Het unieke van Willem 1 is, en ik denk dat onze insprekers vanavond, alle vrijwilligers de afgelopen periode hebben laten zien dat het unieke is dat welzijnswerk, dat jongerenwerk en die cultuur verbonden is. Jongeren die kunnen daar, doen daar wat meer dan alleen een jas ophangen of aan de deur staan, maar kunnen daar echt groeien, zich ontwikkelen door te beginnen misschien wel met die jas ophangen, maar daarna tot uiteindelijk zelf iets organiseren. Dus dat geldt veel verder. Die verbondenheid van het jongerenwerk en die cultuur is juist in Willem 1 wat Willem 1 zo ongelooflijk uniek maakt. En waarom zou dat niet kunnen met een andere partij, zoals Luxor Life? Wij denken dat op het moment dat je dat uit elkaar haalt, dan zal Luxor Life vast heel goed daar prachtige concerten kunnen organiseren, maar dan wordt het jongerenwerk erbij gedaan. En op het moment dat je dat niet in één hand hebt, zal dat toch nooit diezelfde verbinding kunnen hebben dan dat als je dat in één hand hebt. Willem 1 heeft tot 1 oktober de tijd om met een eigen plan te komen waarmee het een bredere groep jongeren bereikt.